Rob Harmeling, welkom. Wat maakt dat je al jaren meedoet aan de Wilgeweerd Wintermarathon? Nou, dat is gewoon heel makkelijk. De Wilgeweerd Marathon leidt over paden en wegen waar ik normaal niet mag fietsen. En ik weet dat ik in een vreselijke mooie omgeving woon. En als ik op plekken mag fietsen waar ik normaal niet mag komen, maak ik er natuurlijk dankbaar gebruik van. Ik geniet er echt werkelijk van. Ik ga altijd met Herman Pronk mee. Die weet ook elk plekje, elk hoekje in deze streek te vinden. Hoe die dat doet, weet ik niet. Maar het is gewoon genieten. Het is ook gelijk tip nummer 1. De wintermarathon van de Wilgeweerd is niet naar de paden kijken, maar naar de omgeving. Je doet zelf mee aan de 100 kilometer. Hoe bereid je jezelf daarop voor? Nou kijk, ik rijd dus met een groepje van de Wilgeweerd waar Herman Pronk bij zit. En die wil de 100 kilometer. Dus ik ben eigenlijk een klein beetje de klos. Maar die 100 kilometer is eerlijk gezegd een klein beetje voor mij te veel van het goede. Mijn conditie is in de maand februari nog niet op dat peil dat ik tochten kan rijden van 4-5 uur. Want dan ga je er toch wel over doen. Misschien wel 6 uur. Maar ik heb natuurlijk trucjes en tipjes uit het verleden. Dus ik blaas mezelf in het begin zeker niet op. Ik neem heel veel afstand van de renners voor mij. Want ik zie in het begin rijdt iedereen heel compact op elkaar. Dan ben je elke stiekem een intervaltraining aan het doen. Dat doe ik niet. Ik doe heel relaxed. Ik hou mijn ademhaling in de gaten. Ik kan altijd langer uitademen dan inademen. En zo spaar ik heel veel energie. En dan die 5 uurtjes wil dan een keertje. Heb ik s'avonds wel spierpijn, maar daar verzin ik wel iets anders op. En wat is jouw ultieme tip voor de rijders van de Wilgeweerd Wintermarathon? Nou ja, ik zei net al, van die 5 uurtjes breken me een klein beetje op, dus een beetje spierpijn. Maar wat doet Rob dan? Dan heeft hij een productje wat ik dan zelf maak, en dat is sportsbalm. Het zijn toch nog waarschijnlijk wel koude omstandigheden. Houdt de spiertjes lekker warm, dan kun je op de voeten smeren. En zorg gewoon voor een goede bloeding. Dat is mijn tip. Geloof nou maar, ik rij zelf. Werkt het niet, dan sla je mij gewoon tegen de kop aan. Doen.